klaar voor de start? Oeh, lekker. Zo echt een glit. Hoe is Loden, hè? Alles veilig in het voort en bloot. De picknick, man. Dat lekkere gemeen op de lentekribbels. Ik heb een glaasje water. Kom, hè. Die is dat op. Lekker chill. Sjurrel. En het witte woudje. Je zus wil geen stoptas. Ik heb een zon. Heel laat. Doei. Ga op, is het goed? Jullie elkaar wel heel? Eén. Lekker in de zon licht. Een hele goeie. Welkom weer in deze nieuwe vlog. Waar zijn ze? Familie Bellinghuis. En het is vandaag zaterdagochtend. Chillen. Ja, Luxie heeft haar prinsessenjurk al aangedaan en haar prinsessenschoenen. Dat is mijn prinsessenjurk. Ja, jouw prinsessenjurk is helemaal gek van de prinses op het moment. Dus ze wil iedere keer de jurk aan. Het is zaterdagochtend en wij liggen heerlijk lekker nog even lekker te chillen in ons bed. Want, wat gaan wij zo meteen kijken, Lua? De kist op 20. Niet zomaar de kids op 20, nee, want wie komen daar te gast? De Bellinghuis. Ja, we waren te gast bij de kids op 20. Superleuk. In verband met corona waren we natuurlijk niet in de echte studio, omdat het gewoon nu niet gaat. Maar ze hadden wel een hele leuke andere oplossing bedacht. We mochten van de week een filmpje voor hun maken, waarin we gingen optreden. En toen waren we nog in het bos, hè. Dus we gaan nou weer zien dat we in het bos zijn. En dat gaan ze dan door de uitzending doorheen editen. We zijn heel erg benieuwd hoe dat het dan uitziet en hoe dat is geworden. En hoe we dan toch te gast zijn, ondanks dat we niet in de studio waren. Dat is wel heel leuk. En ze hadden een heel erg leuke verrassing voor ons. Want... Dat gaan we zien. Dan nu, de nummer 1, die ook een leuke boodschap voor jullie heeft, is Leon Bellinga met Cowboy Vet Geweldig. Oeh, Leon! Superleuk voor jullie te horen. Wij zitten hier in het bos, in quarantaine. De kinderen zijn lekker aan het spelen, zeg maar. Hey, mam. Zeg maar, hi tegen de kids op 20. Tegen de kist op 20. Ja, en hier zit Lucilla. Hallo Lucilla, wat ben je doen? In het boomhut aan het spelen. Lucilla is in een boomhut aan het spelen. En Luxie zit bij de hondjes met Pop. Hallo Luxie. Hallo. Kom er eens even bij, jongens. Kom er eens even bij. Ik heb namelijk een heel leuk nieuwtje. Ja, ze weten het of niet allemaal. Jouw liedje staat op nummer 1. Yeah. Op de kist op 20. Op de kist op 20. Yes. Wow. Dank je allemaal voor het stemmen. Ik kan... Ja, ik ben gewoon reuze blij. Ja, heel lief. Hey, maar weet je wat misschien wel een leuk idee is? Nu we toch niet in de studio kunnen zijn om een optreden te geven. Ja. Dat is wel jammer. Maar misschien kunnen we wel hier een optreden geven in het bos. Zullen we dat gaan doen? Ja? Let's go, pak de muziekbox. Komt ie aan. Hier komt mijn nieuwe liedje. Cowboy Vet Geweldig van Lua Wenka. Leuk hè? In het bos hè? Ik ben een cowboy met mijn lasso in mijn hand. Zet mijn hoed op mijn kop. Iedereen aan mijn kant, ik ben een cowboy. Ik ben een cowboy met mijn lasso in mijn hand. Zet mijn hoed op mijn kop. Iedereen aan mijn kant, ik ben een cowboy. Ben ik bang voor die woeven noemen? Ik ben een cowboy, met mijn lasso in mijn hand. Zet mijn hoed op mijn kop, iedereen aan mijn kant. Ik ben een cowboy.
echt heel erg leuk. Dankjewel, 26. Dankjewel allemaal voor het stemmen. Oh. Mama. Zit jij weer te snoepen? Ja. Zit jij weer te snoepen, Lucilla? Met altijd van het deeg. Lucilla heeft al een beetje gesnoep van het deeg. En dat is eigenlijk wat we altijd stiekem een beetje doen, hè? Ik ben echt. Oh. Oh. Mag helemaal niet. Doe ook niet te veel, want dan krijg je... Buikpijn. Maar ze heeft er al 2 gemaakt en we gaan nog verder rollen. Lucilla houdt heel erg van pindakaas op het croissantje. Nee. Van een plakje kipfilet op het croissantje. Nee. Van hagelslag. Oh, hoe kon ik dat nou vergeten? Nee, Lucilla is gek op hagelslag. Vooral eigenlijk op alles wat van chocola is. Dus wij maken lekkere... Oh, dit gaat echt helemaal niet goed, Sil. Kijk dan. Wat is er mis met dit croissantje hier? Giet het eens even op. Of moet ik dit anders opeten? Nee, want dan hebben papa Luan en Luxie niks meer. Kijk dan, dit gaat helemaal mis. Ik weet niet of jullie dit zien, maar ik kan hem bijna niet uitrollen. Maar hij is plakt. Hij is een beetje geplakt, ja. Maar we hebben gelukkig 2. Ja, we hebben er nog 1. Het gaat echt helemaal niet goed. Nou ja, deze 2 heeft ze wel goed gedaan. Ik ga even een poging wagen om hier nog wat van te bakken, letterlijk. Niet mooi gebakken. Nee, niet mooi gebakken. Ja, er zijn ook geen echte bakkers, hè? Ja. Wat ben jij aan het doen? Ondertussen, Lucilla daar even mee verder gaat. Zit Luxie hier. Wat is het, schatje? Wat is je? Auw. Heeft de pop auw? Ja. Oh, heeft de pop auw gedaan? Ja. Wat moet je dan doen als de pop auw heeft? Kusje erop. Oh, mama auw. Mama, kusje erop. Pop. Ja, pop. Oh, en je nog pop. Ja, ze is weer helemaal blij met alle poppen. Luxie speelt met heel veel poppen. En ze heeft dus ook ontdekt dat ze jurken heel erg mooi vindt. Dan gaat ze... Ja, die hè. En ja, en je schoenen, ja. Maar die schoenen heb je even uitgedaan, zie ik, hè. Die staan daar op de tafel. Die, ja, die schoenen, ja. En ze heeft ontdekt dat ze jurkjes heel erg mooi vindt, zoals Lucilla. En dan pakt ze zo'n jurk. En dan zegt ze, mooi, mooi. En dat betekent dat ik die aan moet doen. Nee. Wie zit daar? En Lucilla weer met de beer knuffelen, schatje. Nou, wij zijn lekker eventjes in het keuvelen hier op de zaterdagochtend. Luan is volgens mij zich aan het aankleden en Daniel. En Lucilla en ik gaan even lekker de croissantjes afmaken. En Luxie speelt hier even door. Hè? Oh, pop gevallen. Pop pakken. Oh, pop. Schatje. Deze? Ja. Hey, jongen. Zo. Wat heb jij hier, jongen? Wat heb jij? Ik? Ben je in quarantaine? Ja, sorry. Waar heb je dan weer vandaan? Hé, hey, waar heb je dat nou weer vandaan? Dit? Ja. Oh, dat zit in het dokterstasje van Lucilla. Nee. Waar dan? Lux bleef even stilstaan in het kastje. Erin zitten nog van die dingetjes. Toen jij was gevallen, dat was nog over. Oh. Dus ik had dat nog aangepakt. Kijk, nu heb ik elastiekjes om en dan gaan ze niet zo makkelijk uit. Oké, maar waarvoor heb je dit op dan? Voor een operatie. Voor een operatie, aha. Ja, je zou het zo wat anders denken in deze coronacrisis, hè? Ja. Maar dat is niet aan de orde, hè? Nee. Nee. Oké. Okay. Wie heb je hier meegenomen? Wie zit ik hierin? 3 keer halen. Een olifant. Nee. Ik hoor wat. Ik hoor hem. Waar is die? Zit hij hierin? Ja. Oh, goed. Hey, goedemorgen, Sammy. Ben jij er ook weer? Ik ben wel even mee. Oh, wat gezellig, Luxie. En Sammy weer. Ja, aaien, ja. Aaien, wat gezellig. Nou, Luan heeft Sammy even meegenomen. Heeft hij een doosje gemaakt met spul erin. Een liever jongen. Ja, heel lief. En Lucilla die is... Ja? Als je dit nou ook leuk voor je hamstertje wil, ja, dan heb je daar maar echt 2. Wat is het dan? Wat heb je daar? Dan kijk, dit is eigenlijk een soort standaardje. Oh. Dan doe je die... hier zo aan. Ja. En dan kon hij daar aan knappen. Oh, heb je het zelf gemaakt? Ja, en ik zou vertellen hoe. Hij doet goud. En ik zou vertellen... Kom maar. Ja. En ik zou vertellen hoe. Nou, je hebt een paperclip en 3 koekjes voor. Ja. Als het groter zijn, dan mag het 2 of 1. Maar ik heb er 3 voor. Dus het proces vouw je dan zo open. Dus ja. Hier is hij dan zo dicht en dan vouw je zo knap open. Ja. Dan doe je er
Ja? Dan kan je ergens aan de hand halen. Oké. En dan is het zo heel erg. Leuk. Leuk bedacht. Oké. Luxie. Zit je haar al goed, Luxie? Heeft Lucilla jouw haar gedaan? Oh, wat mooi. Ze krijgt steeds langere pluishaartjes. Ja, eindelijk, Luxie. Eindelijk haartjes. Het duurt even, hè? Maar dan heb je ook wat. Schatje. Kijk, die pluishaartjes dan. Luxie. Kijk, Luxie kan nog niet echt het staartje. Ja, ze kan hierachter wel een staartje. Zo. Dat heb ik wel eens geprobeerd, maar dat trekt ze eigenlijk meteen er alweer uit. En bovenop haar hoofd is het nog een beetje te kort voor een staartje. Dus daar kan ik nog niet echt een staartje doen. En clipjes die glijden uit. En Lux? Ja, ik weet nog wel, Lucilla, toen jij 2 jaar werd, toen had je ook ongeveer zoveel haartjes. Maar toen zat jouw haar niet hierachter, maar hierbovenop. Toen kon ik een staartje bovenop jouw hoofd maken. En Lux heeft hier heel veel haar. En Lux heeft hierachter heel veel haartjes. Ik kan bij haar misschien wel een vlechtje maken. Een klein paardenstaart. Of een paardenstaart, ja. Alleen ze trekt het eruit. Een knotje. Ja, ja, zus. Daarom doen we het nog maar lekker met haarbandjes en Luxie. Want die wil ze nog wel een beetje op, hè. Haarbandjes, ja. Ja, dat is een clipje. Ja, moet Lucilla die app doen? Moet Lucilla die in jouw haar doen, de clipje? Eens even kijken, waar gaat het? Kijk. En ik weet niet hoe... Ja, weer een clipje in je haar. Volgens mij vindt Luxie dit wel lekker. Zo haartjes kammen. Oh, schatjes. Croissantjes zijn volgens mij bijna klaar. Al zijn ze niet zo goed gelukt. Pas op in vorm. Oeh, kijk. Ze zijn niet zo mooi van vorm. Maar ze zijn wel klaar. Zie je dat? Lekker, hè? Ja. Ja. Is het lekker heet? Oeh, kijk eens. Daar zijn de croissantjes. Is die lekker? Ja, ze waren niet meer zo goed gelukt, want het deeg plakte helemaal aan elkaar. Dus ze zijn een beetje gek van vorm. Ja, blazen, Luxie. Goed zo. Oh. Oh. Kijk eens, ze maar zo eten. Zo kan je hem ook eten. Oh, je zwilt hem op de vork. Gaat dat lukken? Luxie. Dus gaat ze ook kapot in je buik. Lekker, Luxie. Oh, was hij lekker. Ja, beter met je handjes eten, hè. Ja, nou, iets smakelijk. Ja, smakelijk. Zo, nou, de croissantkruimels opzuigen. Moeten we even dus opzuigen erdoor. En ik ga even deze afwas afdoen. Ja, stopzuigen poetsen. En papa afwassen, kijk eens, alsjeblieft. Alsjeblieft. Dan gaan we zo lekker aankleden, hè? Ja. We zijn alweer een heel tijdje verder. We hebben inmiddels ons lekker aangekleed en wel. En de meisjes die zijn alweer lekker aan het spelen buiten in het voortuintje. Goedemorgen, hallo meisjes, middag is het al. Boswachter vader. Dat is fantastisch. Met zijn barbierbaard. Ja, en mijn fles water. En je fles water, ja. Het doet het op water. En ja. We gaan. Ja, we gaan. Ja, we wilden even de hondjes uitlaten. En het is op zich wel lekker weer. En we mogen natuurlijk niet echt ergens naartoe. Dus we gaan eventjes lekker de hondjes uitlaten hier in ons eigen voortuinparkje. En ik heb een picknickmandje meegenomen met wat chudeboelballetjes en wat te eten erin. Dat we daar zo even lekker een broodje kunnen smeren. Terwijl we eventjes hier in het parkje zitten. Nou jongens, even een frisse neus halen. Hè? Ja, picknick in het voortuinparkje. Nou Lucilla, nu wel. Klaar voor de start? Af! Daar gaan ze hoor. En mam, ik heb een heel mooi plekje. Heb jij een mooi picknickplekje? Ik heb ook een heel mooi. Oké, nou dan gaan jullie maar een picknickplekje zoeken. Ik heb een plek waar heel veel bloemen zijn. Waar heel veel bloemen zijn. Nou, dat klinkt als een mooi plekje. We hebben een picknickplekje gevonden. Ik heb een picknickmandje meegenomen. En kijk, we hebben het kleedje ook al neergelegd. In de lute uit de wind. Ja, een beetje uit de wind. Kunnen we hier wel lekker liggen? Ja, lekker. Pistasnootjes zijn dat. En wat zit er nog meer in? Ja, rijstewafel. Rijstewafel, niet van woesel, niet van woesel. Boterhammenworst. Boterhammenworst. Jam. Banaantjes. Bananen. Appelstroop. Oh, ging niet tegen jouw hoofd. Een schatje. Mandarijnen. Bekertjes. Appelstroop. Babyships. Babystengeltjes. Yes. Koekjes. Ja, Luxie. Lekker, hè? Chocopasta. Een rietje en messen. Ja, heel goed bestek. Ik heb bol gevonden. Kom je daar nu weer aan? Snoepjes. Snoepjes.
snoepjes. Snoepjes als toetje. En mam. Ja? En snoetendoekjes. Snoetendoekjes. Oh, Lux, zal ik hem even uithalen? Ja. Zo. Kijk eens. Kom maar, pak ze maar één uit. Oeh, dat is lekker. Oh, weer de twee? Dat is lekker. Oeh, lekker stengeltje. Zo, Sil, je bent wel echt een glitterbal vandaag. Heb je die zelf uitgezocht? Ja. Mooi, Olivie. Ligt dat mooi in de zon. Mooie bloem. Wie weet hoe deze bloempjes heten? Ik. Nou. Narcissen? Bijna. Priscilla, hoe heten deze? Bijna. Papa. Liefjes. Hoe is Lodem, hè? Ja. De meisjes willen een boterhammetje pasta. Luxie, wil jij appelstroop? Oeh, appelstroop. Nee. Nou. Luxie zegt ik ben twee. En ik zeg altijd nee. Wof, wof. Nou, ik zeg bon appetit. Alles veilig in het voortuinpark? Nee. Alles onder controle? Ja. Zusje Pip is ook weer terug. Kijk, daar is Pip. Alles goed, Pip? Dank je wel. De bloempjes in het gras. Nou. Luxie heeft een mooi stoeltje gevonden zo op de picknickman. Ja, op de picknickman. Met lekkere gemeente pils van water. Lekker watertje. Achter je mooie boom. Ze zijn allemaal mooie bomen. En die zijn weer allemaal in de bloei. Alle knopjes komen nu aan. Dan hebben we straks weer blaadjes in de boom. Mooi dan, Luxie? Goed zo. Nou, ik zeg proost. Proost op de lentegribbels. Ja, ja, jij mag ook een slokje van mijn glas. Nou, Luxie, ook even lekker een glaasje water. Proostkie. Proost. Water is lekker, hè? Mama. Ja, glinstert in de zon dus, hè? Jij bent vette bling-bling. Ja, als een soort discobal. Nou, Luan die is alvast eventjes aan het kijken naar de maan. Die staat onder. En de zon, hè, die staat op zijn hoogst. Kan ik ook doen? Ja. Lekker, Sil. Mama gaat een stukje acrobatiek leren. Oh, shuddewel. Er zit water in hoor. Dus kijk uit. Ze zijn best wel zwaar. Nee, dat was een grapje. We gaan shuddeboelen. En mama gaat jullie uitleggen hoe dat gaat. Oké. Okay. Je moet één kleur kiezen die je wil. Ik wil geel. Ik wil blauw. Ruis. Blauw. Mag ik? Even die andere blauw pakken. Wil jij groen? Ik zie rood. Ja, ik heb twee. Wauw. Ben ik rood. Nou, een pakje shuddeboelen. Nou, vast met je andere arm. Gaan we op een streepje staan. Doe maar mee, Lux. Jij hebt het gewoon. Papa! Je moet je achter. Alvast. Ja, nee, dan ga ik een kinderboel. Eerst een witte balletje. Dan moet je daarheen. Dan ben ik al eerst met een witte balletje. Zo'n witte balletje. Dan ben ik een witte balletje. Mag ik een witte balletje? Ja, dan moet mama staan. Ja. Netjes, hoor. Oeh. Hey. Knap. Oeh, iets zachter wind. Iets zachter. Keurig. Lucille heeft dit potje gewonnen. 1 punt voor Lucille. Cool. Heel leuk bedacht, man. Oh, en wie is er nu het meest dichtbij? Ik, Lucilla. Ga maar, Luxie. Luxie mag een witte balletje gooien. Ja, Luxie. Ja, zelf wil ze doen. Goed zo. Ja, nee, Luxie mag nu de ballen erheen gooien. Ja, gooi maar. Ja, goed zo. Woe.
Oh, netjes. Wat is het verder? Oh. Oh, Luan! Wauw. Oeh, heel dichtbij. Ja, en nou lig jij voorop. Luxie heeft gewonnen. Kijk eens, Luxie. Luxie, pak het witte balletje maar. Kleine balletje. Witte balletje. Ja. En het witte balletje. Kinderen, als Woezel zegt, klaar voor de start. Gooi jullie balletje. Klaar voor de start. Het is links. Wow, netjes. Oké. Spelen zijn, gaat papa daar even met Luxie wandelen in de kinderwagen, zodat Luxie even lekker haar middagslaapje kan doen. Wie hebben we hier? Wie komt hier even snuffelen? Wie komt hier even snuffelen? Wat zullen de kindjes doen? Zullen de kindjes verstoppertje spelen? Ja, jongens. Zullen we buurt vrij doen? Buurt vrij? Nee. Ja. Maar het ligt zo lekker. Nou, wij gaan stoppen doen. Waar is eigenlijk de iPhone? Ik zie een wolkje voor de zon. Maar waar is de iPhone? Kijk. Waar is de iPhone? Oh nee, het is Luan voor de zon. Nee, waar is de iPhone? Nee. Waar dan? Waarom moet je mijn iPhone hebben? Voor de stopdans. Dat voor de stopdans? Je zus wil geen stopdans doen. Nou, man, kom op. Nou, nee, dat wolkje moet even weg. Dat wolkje. Toet, 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 toet. Wolkje. Blaas eens even. Mam. Ja. Ik vind het niet leuk. Oh nee, maar ik wil even rusten, jongen. 1, 2, 3, ga maar even samen spelen. Nee. Ja. Je was het nog met loon. Mama heeft hoofdpijn. Ja. Oh, dan komt het zonnetje weer. Oh, vitamintjes. Zonnetje. Oh. Dan kan ik geen... Nee. Nee. Ja, als jij niet luistert. Ga weg. Nee. Ga weg. Nee. We hebben zon. Nee. Ik doe het niet. Als jij niet luistert, dan doe ik het ook niet. Uit mijn zon. Uit mijn zon. Ga uit mijn zon. Oh, nee. Ga weg. Ga weg. Kijk eens hoe lekker. Kijk eens hoe lekker die zon is. Ga jij instaan in die zon. Zo lekker die zon. Oh, wat ruikt het lekker. Wat heb je opgedaan? Wat heb je voor geurtje gedaan? Heb je een geurtje opgedaan? Mijn geurtje. Ik zoeg niet mijn geurtje. Ik word die van jou niet vinden. Tikketje toe. Tikketje. Nou. Nee, ik vind het niet. Oh, kijk eens je zus. Kijk eens je zus. Je zus. Kijk je zusjes dan. Ja, wat is er mis mee? Kijk je zusjes. Jongens, zo zijn we eraan toe, na 14 dagen quarantaine. Mam! Oh. Ja? De bouw is voor de Luan, hou op! Luan! Ja, ik kan dat... Lu, hou op! Oh. Oké. Okay. Oh. Nou, mam, kom. Kinderen, alle magisch. Normaal gesproken... Kinderen, alle magisch. Normaal gesproken... Was ik blij geweest dat jullie weer naar school konden. Nou, dat vind ik onaardig. Ja, nee. Nou, oké, okay, ik ga even naar school. Ga even samen spelen. Doei, mama. Tot zo. Even samen. Oh. Jullie ouders zijn die dit herkennen? Auw! Zilla! 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 Wat doe jij nou weer met die veer? Wat is er dan, kinderen? Wat willen jullie dan? Kom eens hier. Nee, nee, nee. Kom eens hier. Kom eens hier. Ik wil... Bouw is voor de bouw is in. Wat wil jij ik doen? Ik wil
bal is voor de bal is in. Wat voor de bal is in? Stand in de bal is voor. Nee, ik wil verstoppertje. Nee! Ja. Bal is voor. Oeh? Bal is voor. Stand in de bal is voor. Nee, stand in de bal is voor. Oh, mijn haar. Nou jongens, ik wou even lekker chillen in het zonnetje. Ja, dat kan ook morgen nog. Nee, vanaf morgen gaat het weer regenen. Auw! Nee, mama! 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 Ik word er gek van. En het is nog maar net weekend, jongens. Moet je nagaan. Nou, Daniel die is Luxie dus in slaap te wandelen. De kinderen waren hier heel lief en braaf aan het spelen, want jullie zijn altijd heel lief. Maken nooit geen ruzie. Nooit niet. Ze zijn nooit verveeld. Ook niet. Hè? Mam! Nee! Kietertijd! Nee, kietel, geen kieteltijd. Oké. Stop. Ik ga meedoen. Nee, stop. Ik ga meedoen. Oh, kinderen. Ik ga meedoen. Oké. Okay. Ik kan echt niet tegen kinderen. Lu, stop. Stop, hou op. Is een sleutelwoord. Hey, laten jullie elkaar wel heel? Ja. Stop. Anders ga ik jou even een lesje leren. Oké, wat gaan we doen? Buurtvrij. Nee. Buurtvrij? Kietelen. Ja. Dat heb je net gedaan. Nou, wat gaan we spelen? Buurtvrij. Verstoppertje. Nou. 1, 2, 9, 10. Wie de weg zullen zien, ik kom. Hier zitten? Nee. Ja, ik zie iemand. Nee. Als je even lekker in de zon ligt, dan kan je horen naar de wind die door de bomen gaat. En de vogeltjes die fluiten. Zo, wij hebben het picknickplekje weer opgeruimd en wel. Daniel die was al teruggewandeld. Ik van jou. Oh, mijn clip. Och, dankjewel. Mijn haarclip, ja. Maar Daniel die was al teruggewandeld. Volgens mij zijn de honden meegewandeld. Want Luxie die was in slaap gevallen in de kinderwagen. En als dan Luxie dicht bij ons is, dan wordt ze wakker. Dus Daan zei, ik wandel vast terug naar huis. Ik moet zeggen dat ik het wel even heerlijk vond om heel eventjes een frisse neus te halen. Even in het parkje te zijn geweest. Maar goed, nu moeten we natuurlijk ook weer gewoon terug naar huis. Ja, kom maar jongens, gaan we weer naar ons huisje. Oh, gaat ie? Ja, oh je veertjes. Je veertjes. Je hebt er wel heel veel gevonden, schatje. Ja. Oh, liefie. Misschien moet je nog maar heel even je fiets aan de hand houden hier. Op het gras. Dan ga je pas daar rijden als we op pad zijn. Ja. Je beer achterop. Beertje mee. Zo. Dan ga je eerst nog even lopen op het gras. Dat is wat stroever fietsen, hè? Jongen, daar komt Luan aan. Zo. Zo, en we hadden nog lekkere soep van gisteren over. Die hebben we even lekker warm gemaakt. Dat kunnen we nu nog eten. Nou, dit was weer onze zaterdag. Leuk dat jullie erbij waren. Vond je het weer een leuke vlog? Doe even de duimpjes omhoog. Vergeet niet te abonneren, klik op het belletje. We zien je morgen weer in een nieuwe vlog. Tot morgen. Voeg je hart, boem boem mee. Wees lekker met ons mee. Je hartslag geeft het tempo aan. Als je danst, boem boem mee.